Zo meteen, dan prik je het kapot. Ja. En dan... Ik snap het dan niet. Schrik me echt. What a life hack. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag, het is vrijdagmiddag. En ik ga naar Bibi's feestje. Bibi viert haar feestje in de Corner Bakery. Dus dat is heel leuk met haar schoolvriendinnen, familie, vrienden. Nou ja, noem het maar op. Het is heel leuk. Ik heb dit jasje aan van Sandro. En deze sterrenblouse van onze collectie. Ik zal de link hieronder zetten. Ik weet niet of ze er nog zijn. Maar we hebben wel een nieuwe besteld alvast. Dus waarschijnlijk kan je hem wel pre-orderen. En deze paletas. Die ik nog steeds heel erg leuk vind. Dus let's go. Ik ben aangekomen op Bibi's feestje. Tante Momo is er ook. Sanne, Lola, Liz. En Bibi is met al haar volgende in een foto aan het maken. Het is echt super live. Echt leuk. Ja. Hoe oud ben je nou? 13 is ze geworden. Ja, ik zei het al. De bar op. Gefeliciteerd! Kay en Monica hadden heel erg honger, dus die hebben dit besteld. En Sander neemt ook een hapje. Zo lekker. Bullet pork. Bullet pork! Wij wilden samen iets leuks ontwikkelen. En we wilden ook iets nadenken, iets produceren wat we eigenlijk niet gedaan hadden. Zijn we eigenlijk met deze gekomen om met... Sommige dingen zijn er nog wel. Alleen het gaat echt belachelijk hard. Ja. Uiteindelijk hoop je dat natuurlijk wel, maar je verwacht het niet. Dus ja. Het is wel echt bizar. We zaten echt gisteren rond de tafel en de site ging live. En op een gegeven moment klikte ik op de link en ik denk, oh maar dat de site doet het niet. Zeg maar, nee, iedereen in de stress. Gewoon telefoontjes hier en daar. En toen op een gegeven moment bleek het gewoon dat er gewoon te veel traffic was. Dus, wow. Dat hij er daarom uit lag. Ja. Maar dan had je met jouw populariteit natuurlijk elk ander product kunnen bedenken. Of je ook kunnen ontwikkelen. Waarom nou juist pyjama's? Nou, ik denk dat wij eigenlijk samen, we zijn echt gek van huispakken en spullen, kleding dat loungewear gewoon. Je wilt gewoon altijd kleding aan die lekker zit uiteindelijk. En daarom hebben we ervoor gekozen om een aantal mooie huispakken te ontwikkelen. En bijvoorbeeld de pyjama's, maar dat je het ook kunt dus dragen overdag. Ja, wat ik wou net zeggen, ja. Dit is niet zomaar een pyjama die alleen maar voor thuis verloopbaard is. Nee, we wilden echt iets wat gewoon lekker zit en wat je dus inderdaad wel thuis als tijdens het reizen wordt een heel mooi gebreid pak. Dat is ook bedoeld voor reizen of gewoon, nou ja, wij doen ook wel even aan. Dus dat het eigenlijk zowel binnen en buiten homeware is. Ja. Dus de site staat live, het is monicaenoor.nl voor degene die het leuk vinden. En dit project dat gaan we nog groter uitbouwen. We zijn met restock nu bezig. En in januari komt er wellicht een pop-up store op een aantal plekken. Pop-up store? Maar is dat dan nog wel van deze tijd? Want dat gaat toch allemaal online bij jullie? Ja, ondanks dat alles online is, ook net kwam je binnen en je raakte toch even aan. En denkt, dit is toch dat, die experience, dat blijft toch wel gewoon. En ook voor onze volgers om iets terug te doen. Mensen vinden het toch leuker als ze het echt bij jou kunnen kopen. Dan is het toch een soort van de ervaring compleet. Ja, dus persoonlijk. Dat jij het ze verkoopt. Ja. Dus dat leek ons wel leuk om misschien zelf ook inderdaad een middag te doen. Maar als jij een middag in een winkel gaat staan, dan wordt het gekkenhuis. Nou, dat is best wel leuk. Ja, super een middagje. Ja. Oeh, Bibi's taart. Hij is echt zo mooi. Hij is echt prachtig. Maar ja. Bibi, luister. Ja. Ik vind dat je hem helemaal van boven naar beneden helemaal er doorheen. Mag Bibi hem zelf snijden? Ja. Kom op, Bibi. Kom op. Ja, ik heb echt succes nodig. Hele Bibi. Taart. Okay. Anna, jij beweegt het. Snijden in eerste instantie. Lukt dat? Helemaal. Yay! En nu? Zo cool. Alright, dan ik denk dat die. Nou moet je hem gewoon laten vallen. Kijk, zo. En zo, en zo, en zo. Doe maar. Ja, want dan kunnen we zo over dwars snijden, anders wordt het heel moeilijk allemaal. Zo, we moeten maar even ja. Ja, laat maar vallen. Ja. Wow. Ja. Wow. En deze zo? Oh my god. Zit er al heel weinig? Wat er allemaal op zit.
was. Lekker? Yay! Polly, taart. Heb je ook zin in taart? Dat ik van die mozzarella was. Ja, ik ben het wel geven, maar ik ben het vet. Heel leuk. Ik ben leuk. Ik ben weer thuis na Bibi's feestje. Mijn vorige video zaten zoveel mensen trouwens te klagen over dat mijn mascara vaak uitgelopen is 's avonds of iets. Maar ja, sorry. Ik ga mezelf niet elke keer mooi maken voor de camera. En kijk. Hij is er eindelijk. Mijn nieuwe ketting in de collectie. Oh, ik ben echt zelden ergens zo blij mee geweest. Ja, met mijn pyjama pak die ik zoals jullie zien elke dag aan heb. Hij is zo lekker zacht. En ik ben er zo blij mee. Ik ga lekker tosties maken voor Sanders vader en Sander. En dan ga ik lekker slapen. En dan zie ik jullie morgen weer. Hey guys, Merry Christmas. Het is vandaag de 24ste. Het is kerst, ben ik scherp. Ja. Het is 24ste en we zijn letterlijk al 24 uur bezig met voorbereidingen voor ons kerstdiner. Er komen 13 familiemembers bij ons eten en slapen en ontbijten. Morgen heb ik dan het kerstdiner met mijn vader. Dus ja, we zijn echt heel druk bezig. Ik zal beneden even alles laten zien. Kijk, de eerste cadeautjes liggen onder de boom. Bibi en ik hebben net zelf alles ingepakt. Dit zijn onze cadeaus en er komt zo nog meer bij. En Sander is al 24 uur aan het koken. Wat ga je doen met die ballonnen? Oh, ik doe een lifehack van Bibi. Wat dan? Kijk, ik maak ze op bij Marie. Welkom bij de lifehack van Bibi. En dan doen we die smelte chocolade, gesmolten chocolade doen we hier omheen. Doen we het in de vriezer. Ja. Dan heb je chocoladebakjes waar je dan ijs in doet. Echt? Ja. Klop je hem zo. Oh, dat dan ga ik zo verder filmen. Oké. Okay. Maar je moet me echt helpen. Ja. Ik ga eerst even de tafelindeling laten zien. Dit is hoe onze tafel eruit ziet. Heeft Kay al gebeld? Nee. Dus we zijn nu de menukaarten aan het schrijven. Zoveel werk. Ja, ik kom je helpen. We moeten even extra stoelen nog hebben. En daar staan de peertjes. En de mini slaapt. Bibi en ik zijn het menu aan het schrijven. En dit is het menu van ons kerstdiner. Voor degene die dat leuk vinden om te zien. Dit is zo leuk toch? Een kerstvlog. Trouwens, deze geurkaars van de H&M ruiken zo lekker. Dit is, laat hem nu zo ruiken. Pine Tree. Ik ga even kijken of er nog zijn. Dan ga ik er meer bestellen, want steencreme met kerst. Maar ze zijn zo lekker. Ze ruiken obviously naar Pine Tree. En Sander is met Bibi's lifehack bezig. Dus je hebt Au Bain Marie chocola. Mm-hmm. En dan? Doe zo. Ja. Zet je hierin. Maar waarom doe je één kant? Zodat het een kommetje wordt. Zometeen, dan prik je het kapot. Ja. En dan Snap het dan niet. Schrik me echt. What a life hack. Ik vind het eng. Oh ja? Maar wat gaat er dan gebeuren? Ik zit ook helemaal onder. Ik zit echt letterlijk helemaal onder chocola. Dit was echt fabulous. Is dat op camera? Absoluut. Zeker. Dit is echt een van de mooiste ever. Chocolade lifehack gaat fout. Yes. Olivia heeft een nieuwe kerstjurk aan. Dankjewel. Ja? Nou, maar dit is toch voorzichtig, hè? Het eerste kerstcadeau van Olivia is binnen. Kijk eens, mooi Olivia. Wauw, wat cool. Oké, ik heb van Bibi echt het beste kerstcadeau ooit gehad. Het is een notitieboekje, maar met alle Kardashians erop. Hier is Kim Kardashian, Kourtney, Khloe, Kendall. En, nee, waar is Kylie? Hier is Kylie. Dit is zo'n leuk cadeau. Love it. Ga ik op kantoor leggen, zo cool. Eerst wil ik heel even een applausje voor papa, omdat hij het echt heel goed heeft gedaan. Bijzonder, zijn papa is
campagne. En het gaat er dan met name om dat die meneer zelf, ik ben zijn naam nog maar even ontgaan. Dat die. Het is de volgende kerstdag. En Olivia heeft dezelfde prachtige outfit weer aan. Kijk daar. En ik heb een andere kerstoutfit aan. Ik heb dit glimmende pak aan van Baum & Pferd Garden. En ik heb dit om, deze ketting. Ja. Ik heb mijn schoen al aan. Is er iets zwarts daar? Nee, wel een bont met blauwig. Bont met blauwig. Kom daar. Bont met blauwig. Ik weet niet wat dat is. Bont met blauw. Neem maar mee, het maakt me niet uit. Dat is groen. Sorry, oplettende kijker. Let's go. Voor alle kijkers, als je in een huis woont met drie vrouwen en het is kerst, is... Wat is Ik hoef geen sjaal. Nee, maar... Sander, je kleinemerk wel. We gaan naar Salsheim, naar mijn vader. Oh ja, ik heb deze tas bij me. We gaan naar Salsheim, naar mijn vader. En dit heb Bibi aan. Mijn truitje, maar dat mocht uiteraard. Het staat heel leuk. En een lookje. Zou ik waar? Sander. Ja. Ik heb een Dior jasje aan. D-squared blouse. D-squared vanella en blouse. Burberry sjaaltje, Gucci schoenen en H&M broek. Het is gewoon echt waar. Ja, je bent echt een vieze merkhoer. Het is nog kerstmis, ook niet. Goedemorgen, het is weer de volgende dag. En gisteren zijn we uit eten geweest met mijn vader. Toen hebben we eigenlijk helemaal niet meer gevlogd. En nu is het tweede kerstdag en mijn broer komt bij ons logeren. En we gaan leftovers eten en we gaan nu even langs Tante Kay. We hadden voor het kerstdiner wat stoelen van Kay geleend. Dus die gaan we terugbrengen. Papa is daar, hè? En die gaan we terugbrengen. En even bij de poes kijken. En boodschapjes doen. Olivia, vond je kerst leuk? Heb je leuke cadeautjes gehad? Ja! Dus let's go! Hey guys, ik zit nu te kijken naar mijn vlogbeelden en ik bedenk dat ik echt anders zo meteen te veel door elkaar gevlogd heb. Ik ben weer thuis en dat ik even mijn vlog moet afsluiten. Dus bij deze doe ik dat. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik ga nu weer gewoon terug naar 2 vlogs per week. Woensdag en vrijdag. Woensdag en zondag. En ja, ik hoop dat ik het in januari iets rustiger heb. Dus dat ik wat meer extra video's kan opnemen. Zoals Q&A met Sander en dat soort dingetjes. Dat lijkt me heel leuk om te doen. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Als je nog niet gesubscribed bent, doe dat dan hieronder. En dan zie ik jullie woensdag weer. Merry little Christmas.